Wij creëren samen welvaart. Wij zorgen samen voor productiviteit. De koek die groter wordt, dat is de koek die meegebakken wordt door de werknemers. En 3 jaren op rij recordwinsten voor bedrijven, zonder dat wij daarover mogen onderhandelen, dat kunnen we absoluut niet aanvaarden. Dag Mark, welkom in Studio Facto. Dag Janneke. Dank u om tijd voor ons te maken. Als voorzitter van Geneeskunde voor het Volk is het natuurlijk een hele eer voor mij om de voorzitter van de grote vakbond ACV te mogen interviewen. Maar wat ik mij als eerste afvroeg, u bent nu 12 jaar voorzitter van het ACV. Hoe kom je in die job terecht? Ja, ik kom uit een arbeidersmidden, een 1-inkomensgezin met 7 kinderen... Mijn vader was buschauffeur, mijn moeder zorgde thuis voor de 7 kinderen. Dus dat typeert toch wel een beetje het milieu waar je uitkomt, hè? Met een al bij al bescheiden inkomen. Dankzij sociale zekerheid toch kansen kunnen geven aan die kinderen. Om een goede opleiding te krijgen, om nadien aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt en zo verder. Dat is een eerste factor. Een tweede factor is de KJ. Ik kom uit de KJ. Ik heb daar altijd in gezeten sinds mijn bijna 18 jaar. Dat is de katholieke arbeidersjeugd, ja, hè? Jeugdbeweging. Ja. Wij noemen dat de kajottersbeweging. Want toen was er nog een beetje een dubbele strekking, ondertussen al niet meer. Mm-hmm. Maar dat is een tweede factor, want je komt met heel veel jongeren in contact, maar vooral jongeren die gaan werken. Niet uitsluitend, maar toch veel jongeren die al aan de slag zijn op hun 18, 19, 20 jaar. Die gaan werken in fabrieken. In allerhande werksituaties. En een derde factor is ook, mijn vader is buschauffeur, op dat ogenblik in alle geval. Hij was ook syndicaal verbindingsman in een KMO tussen het ACV en de andere chauffeurs op de werkvloer. En die hadden vergaderingen, soms bij ons thuis, met de secretaris, de propagandist, met een bak bier onder de keukentafel, bij wijze van spreken. Ja. En dat heeft mij ook altijd geïnteresseerd. En toen ik dan sociale school deed, dan zag ik ook in die school vakbondsdelegees die naar vormingen kwamen, opleidingen kwamen. En dat triggerde mij allemaal. Dus het is zo'n melting pot geworden van verschillende factoren die mij echt goesting deden krijgen om in een vakbond te gaan werken. En dat is dan ook gelukt. Ik ben er in 83 kunnen instappen en ik kijk daar dankbaar op terug. Ja, en veel mensen met u, denk ik. Maar dan 12 jaar als voorzitter van het ACV, ik kan me inbeelden dat dat een heel mooie job is en dat dat een heel mooi engagement is, maar dat dat bij tijd ook erg intensief is. Bij Geneeskunde voor het Volk zien wij dagelijks eigenlijk hoe dat patiënten en personeel lijden onder die stijgende werkdruk in de zorg. Denk maar aan het aantal burn-outs bij verpleegkundigen dat toeneemt. Meer en meer ziekenhuizen die bedden moeten sluiten omdat er een tekort aan personeel is. Tijdens de coronapandemie was er eigenlijk dagelijks applaus voor de zorghelden. Dit jaar zijn ze ook al een aantal keren met de vakbond massaal op straat gekomen om die investeringen te eisen. Hoe komt dat eigenlijk dat die helden van de zorg zo snel vergeten worden? Ja, ik vind dat ook een heel pijnlijke zaak, want die mensen hebben van onschatbare waarde werk geleverd tijdens die pandemie. Mm-hmm. En toch zijn we het allemaal een beetje vergeten, of toch veel mensen. Dat heeft eigenlijk voor een stuk te maken met het feit dat we in een kapitalistische economie zitten, voor alle duidelijkheid. Hè. En beroepen met een economische finaliteit, zoals men dat dan noemt, die krijgen meer respect. Die krijgen meer belang toegedicht. Die worden ook wat meer omkaderd en die worden beter verloond. Mm-hmm. En van het moment dat men zegt, maar dat is geen economische finaliteit, dat is geen essentiële zaak voor onze kapitalistische economie, dan wordt dat een beetje naar beneden geduwd. Dat investeren in die publieke diensten met ons geld, waar dat wij voor betalen, dat is in belang van de hele werkende klasse. Het zal uw moeder maar zijn die in een rusthuis niet de goede zorg krijgt of uw kind dat op een wachtlijst terechtkomt voor een zorgbudget. Dus dat is eigenlijk iets wat de hele brede werkende bevolking aanbelangt. Hè? Mm-hmm. Niet alleen de mensen die in de zorg werken of in het onderwijs. Nee, dat klopt. En het meest cynische daarvan, vind ik nog, van de fiscale inkomsten die ons land vangt, komt meer dan de helft van belastingen op inkomen uit werk.
Dus dat betekent, het zijn werkende mensen die het grootste stuk van belastingen leveren, en niet de bedrijven, bijvoorbeeld. En toch zijn het de politici die met het grootste stuk van die inkomsten, want die komen van mensen, dan keuzes maken die eigenlijk ingaan tegen de belangen van die mensen. Ja. Vandaar ook met ACV echt onze strijd voor rechtvaardige belastingen en vooral voor een rechtvaardig beleid, dat die inkomsten, die veel beter in evenwicht moeten gebracht worden, door sterkste schouders meer aan te spreken, dat die inkomsten ook terugploegen, beter terugploegen naar de gewone mensen in die samenleving, omdat je dan kan spreken van echte herverdeling en van echte participatie aan een samenleving. De sociale zekerheid, dat is toch een van de grote verworvenheden van de werkende klasse in ons land. Maar ook tegelijk een van de zaken die volgend jaar bij de verkiezingen van 2024 op tafel liggen. Mm-hmm. En waarbij dat er stemmen opgaan om die sociale zekerheid te gaan splitsen. Hè. Een Vlaams deel, een Waals deel. Wat is het standpunt van het ACV daar eigenlijk over? Oh, we zijn er radicaal tegen. Hè. Sociale zekerheid is een nationale verzekering en dat moet zo blijven. Om meerdere redenen. 1. Het is van belang om zoveel mogelijk massa te hebben, want je risico's kan je veel beter afdekken als je met veel bent. Als je met meer bent, dan kan dat risico veel beter gefinancierd worden. 2. Als we het zouden splitsen, dat betekent dat we inefficiëntie gaan krijgen. Verdubbeling van beheerskosten bijvoorbeeld nog maar. Want iedereen moet zijn eigen administratie, zijn eigen toezicht hebben en zijn eigen organiserende structuur. En 3. Je dreigt ook concurrent te worden van elkaar. Want stel je voor dat één regio zou zeggen, we gaan met lagere sociale zekerheidsbijdrage werken ten opzichte van een andere regio. Ja, wat gaan werkgevers dan doen? De oorden opzoeken waar ze minder bijdrage moeten betalen en zo verder. Terwijl sociale zekerheid een verzekering is. Hè? Dat is de essentie van sociale zekerheid. Het is een verzekering, maar wel een verzekering gebaseerd op solidariteit. Ja. Wij helpen elkaar. Want iedereen kan tegenslag krijgen. Hè? Iedereen kan ziek worden, kan zijn werk verliezen en hopelijk worden we allemaal op een bepaald ogenblik te oud om te werken. En hebben we die sociale zekerheid nodig voor ons pensioen, maar ook voor onze zorg. Dus dat zijn belangrijke factoren om die sociale zekerheid bij elkaar te houden. Om die verzekering zo sterk mogelijk te maken, zo homogeen mogelijk te maken, te houden. Maar wat stel ik toch vast? Ja, de regering Michel bijvoorbeeld, de Zweedse regering, heeft de bijdrage van werkgevers voor die sociale zekerheid verminderd van 33% naar 25%. Dat betekent eigenlijk dat onze polis, onze verzekeringspolis, slechter gefinancierd wordt. Dat ons risico slechter gedekt is. En dat mensen vaststellen dat die sociale zekerheid toch wel wat gaten begint te krijgen. En die gaten die worden dan opgevuld door commercialisering, privatisering. Neem je aanvullend pensioen, neem een hospitalisatieverzekering, neem een inkomensverzekering. Allerhande, wat op zich dan weer nefast is voor solidariteit en voor het begrip, voor de steun die we allemaal voor die sociale zekerheid willen opbrengen. Dus het is opnieuw dat neoliberaal mechaniekje dat op de achtergrond draait om die collectieve reflex, om die solidaire reflex, om die af te breken, om die af te bouwen. Ja, en naast de sociale zekerheid die in ons land is opgebouwd, bestaat ook het stakingsrecht in ons land sinds Wereldoorlog 2 ongeveer. Maar ook dat is iets dat de laatste jaren fel onder vuur ligt. Maar ook de anti-betogingswet die deze Vivaldi-regering heeft te proberen door te duwen. Is dat volgens u een toeval dat die dingen aangevallen worden? Of welke krachten zitten daarachter? De vakbond, ik noem dat dikwijls de vijfde macht. We hebben in ons land 3 officiële machten. Hè, de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. En dan nog een vierde macht, de media. En dan heb je een tegenmacht. En dat is het middenveld, het sociale middenveld. En een vakbond behoort tot het sociale middenveld. Wij zijn er om stem te geven aan mensen, gewone mensen in de samenleving, die vinden dat ze eigenlijk niet goed bediend worden door die drie machten. Dikwijls en veel luistert de wetgevende macht en de uitvoerende macht nogal veel naar de sterkste. Dat is het kapitaal, het geld, het gelobby in de coulissen. En wetten worden gemaakt, maar wetten zijn dikwijls slecht. En slechte wetten, die moet je rechtzetten. Maar die gaan we niet spontaan rechtzetten vanuit politiek. Dus je hebt een tegenmacht nodig om hen daarmee te confronteren. Bijvoorbeeld slechte wetten. Ooit mochten vrouwen niet stemmen in ons land.
Dat was de wet. Alleen mannen mochten stemmen. Dat is een slechte wet. Die is rechtgezet dankzij eigenlijk heel veel protest van het middenveld, waar vakbonden toe behoorden. Het stemrecht voor iedereen, het algemeen enkelvoudig stemrecht, inclusief voor vrouwen, is er gekomen omdat vakbonden zeiden: wij willen niet langer benadeeld worden in de stembus. Ja, die anti-betogingswet van onze Vivaldi-regering, jullie hebben dat dan ook als vijfde macht, als vakbond, kunnen tegenhouden. Dat is toch een ongelooflijke overwinning, denk ik. Een ongelooflijke daad. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Het is een gelukt reactie. Mm-hmm. Niet alleen van de vakbond. Want we hebben dat gedaan met verschillende andere organisaties. Van Greenpeace tot Amnesty International en zo verder. We hebben heel veel dingen moeten doen. Hè. We hebben een petitie georganiseerd. Mm-hmm. We zijn langs geweest bij partijen, bij partijbureaus. We zijn gaan plaatsvatten voor de gebouwen van partijen op het moment dat al hun parlementairen en fractiemensen samenkwamen om ze te confronteren met wat ze aan het toelaten waren. Want sommigen zeiden dan nog: oh, we zijn niet echt op de hoogte. Tja, wij ontdekken dan nu, leg ons dat eens goed uit en zo verder. We hebben dan een aantal acties georganiseerd, manifestaties georganiseerd. Hè? Ja. Ettelijke keren. En niet loslaten, vastberaden zijn, vasthouden, op dezelfde nagel kloppen. Het heeft geloond. Het heeft lang geduurd, het heeft maanden geduurd, maar het is gelukt. En ja. Daar mogen we dan finaal toch blij mee zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat je daar toch wel echt fier op mocht zijn. Dat dat een grote overwinning is voor de mensen. Nu, een van de punten waarop rechtse of extreemrechtse politici dan de werkende klasse gaan aanvallen, is dat stakingsrecht. Zijn die democratische rechten van de mensen? Is dat de reden waarom dat de ACV, de 8 mei-coalitie, die van deze overwinningsdag tegen het fascisme een officiële feestdag wil maken en die de strijd tegen extreem rechts voert, is dat de reden dat ACV, de 8 mei-coalitie, een warm hart toedraagt? Oh, er zijn meerdere redenen. Mm-hmm. Eén, het is de overwinning op het fascisme. Het is de overwinning, de vrede die ze gevierde na een oorlog die meer dan 4 jaar geduurd heeft. Hè. Dus dat op zich is al een heel belangrijk feit natuurlijk. Het is ook de overwinning op het fascisme als such, op het feit dat men mensen culpabiliseert, dat men mensen stigmatiseert, dat men mensen tegen elkaar opzet, dat men mensen niet als mens behandelde. Dus daar moeten we als vakbond heel veel aandacht blijven aan schenken, want laat ons niet vergeten, in de kampen zijn het niet alleen de Joden die daar naartoe werden gestuurd, hè, maar ook heel veel mensen die democratisch oppositie voerden, inclusief vakbondsleiders, omdat zij toch wel stem gaven aan gewone mensen, dikwijls tegen het regime op dat ogenblik ook. Dus ja, het zijn verschillende factoren die maken dat wij allemaal samen zeggen: wij mogen dit niet vergeten. Die 8 mei-coalitie met andere gelijkgezinde organisaties is belangrijk om elk jaar opnieuw de aandacht te kunnen schenken aan dat moment op het einde van de Tweede Wereldoorlog dat niet meer vergeten mag worden. Hè. Het zegevieren van democratie, maar ook het zegevieren van solidariteit, van inclusiviteit, om het met een wat moeilijker woord te zeggen. Maar iedereen in deze samenleving is belangrijk. Iedereen is een mens en elke mens heeft zijn rechten. Ja, ja. En die link tussen die antidemocratische en antisociale maatregelen, denk dat iets heel belangrijk is om te zien. Dat toch ook een taak is van de vakbond om die antidemocratische en die antisociale maatregelen met elkaar in verband te brengen. Tuurlijk, want als ik bijvoorbeeld het beleid van de Zweedse regering zie waar N-VA in zat, dat bulkte van sociaal overleg, uw regeerakkoord. Maar zij moesten eigenlijk van dat sociaal overleg in alle geval van de vakbonden niet hebben. Hè. Werkgevers werden wel beluisterd, maar vakbonden werden niet beluisterd. Hè. Het heeft 5 maanden geduurd bijna, eer de regering Michel een eerste contact had met de vakbonden. Hè. Dus in woord ja, maar inderdaad juist het tegenovergestelde. Ook Vlaams Belang, neem maar een andere extreemrechtse partij. Die moeten niet hebben van vakbonden. Hè. Want vakbonden confronteren hen met
het discours dat zij voeren. Mm-hmm. En dikwijls is dat mooi verpakt, maar als je de verpakking eraf haalt, dan kan je dikwijls zien dat dat heel neoliberaal is, dat aan de hand loopt van het grote geld, dat die absoluut niet begaan zijn met gewone mensen, laat staan met zwakkere mensen in de samenleving. Ja. En dat moeten we blijven doorprikken. Die ballon moeten we blijven doorprikken. Een rechtsbeleid is nooit een beleid dat goed is voor gewone mensen. Ja. Ja, en als we het over die antisociale maatregelen hebben, dan moeten we het zeker ook hebben over de loonstrijd. In uw laatste Rerum Novarum speech, Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, daarin heeft u offensief gepleit voor hogere lonen. Mm. Tegelijk horen wij in de media vaak dat het net door de hoge lonen en de index is dat de prijzen stijgen, hè, de zogenaamde loonprijsspiraal. En u pleit dan toch voor hogere lonen. Kan u ons dat eens uitleggen? Wel, de laatste 3 jaar hebben we ondanks een hoge inflatie en dus hogere lonen, dat is geen opslag, hè? Inflatie is geen opslag. De laatste 3 jaar hebben we recordwinsten gezien, mm-hmm, in onze bedrijven. 3 jaar op rij. Dus hoe verklaar je dat? Dus de ACV zegt, wij creëren samen welvaart. Wij zorgen samen voor productiviteit. De koek die groter wordt, dat is de koek die meegebakken wordt door de werknemers. En 3 jaren op rij recordwinsten voor bedrijven, zonder dat wij daarover mogen onderhandelen, dat is tegen elke vorm van rechtvaardig en vrij onderhandelen. Dus dat kunnen we absoluut niet aanvaarden. Deze regering, Vivaldi, heeft beslist dat er een nulnorm kwam voor onderhandelingen. Hè? Een zero-norm, hè? Geen opslag voor de mensen. En enkel, in uitzonderlijke gevallen, een koopkrachtpremie, maar die zo geconditioneerd was dat hij toch wel wat te beperkt is om van eerlijke, vrije onderhandelingen te kunnen spreken. Hè. Dus men heeft verkeerde keuzes gemaakt. En nu is de vraag, hoe komen we terug tot eerlijke keuzes? En dat zal op 9 juni 2024 moeten gebeuren. Want dan gaan mensen voor de eerste keer opnieuw naar het stemhokje. En ik zeg dikwijls aan mensen, denk goed na op 9 juni wat je gaat doen. Want dan ga je jouw lot en het lot van je kinderen en kleinkinderen in politieke handen leggen. In wiens politieke handen wil je jouw lot leggen? Mm-hmm. Of denk ook even na, in wiens politieke handen wil je jouw lot vooral niet leggen? En denk goed na, want een discours is één ding, maar je moet verder kijken dan het discours. Het zijn niet alleen de woorden, het zijn ook de daden die tellen. Ja. Daden tellen meer dan woorden. Mm-hmm. Hè? Dus volgend jaar hebben we toch een belangrijke afspraak met democratie, maar vooral met de sociale toekomst. Die zal zijn of die zal niet zijn. Ja, ik heb gehoord dat 2024 ook een jaar van besparingen wordt. Dat er heel wat besparingen op ons afkomen. Weet u wat er ons te wachten staat op dat vlak? Ik heb geen glazen bol, maar ik weet dat men in Europa opnieuw strengere objectieven wil vastleggen voor de lidstaten. Ja. Hè. Men had al strenge objectieven, maar door COVID en de energiecrisis, Oekraïne-crisis, is dat on hold gezet. En men zei, het is niet het moment om dat nu te doen, want dan krijgen we nog meer gele hesjes en zo verder. De gele hesjes in Frankrijk hebben gemaakt dat Macron en zo verder toch wel wat wilde temperen in hun vijs zetten op besparingen en zo verder. Maar we voelen dat die periode achter de rug is. Ja. Al bij al, COVID is verteerd. Af en toe worden mensen nog ziek, maar niet op een dramatische manier voor bedrijven. Ook niet op een dramatische manier voor de zorg. Gelukkig, daar mogen we heel blij voor zijn, hè, dat onze zorginfrastructuur en de mensen die werken in de zorg dan nog aankunnen. Maar we stellen vast dat er zo een retour aan het komen is. De slinger is aan het terugkeren. Binnen Europa zijn toch wel een aantal economisch conservatieve landen die opnieuw een sterkere druk willen zetten op schuldcijfers en op deficitcijfers van lidstaten. Dus en wat zegt Europa dan? We gaan nog wat druk zetten op lidstaten, inclusief België, om te besparen. Maar besparen gaat opnieuw over uitgaven en gaat niet over inkomsten. Terwijl onze grote opdracht juist moet zijn in het kader van eerlijke fiscaliteit om correcte
inkomsten te krijgen. Nu, dat spook van de besparingen. Gelukkig zijn er ook de vakbonden die daar niet bij stil blijven zitten. Hè. Ik heb gehoord dat er een Europese campagne is tegen die besparingen. Stop austerity, stop besparingen. Ja, we zijn meer driver van die campagne. Hè. Om een duidelijk signaal te geven aan Europa. Je moet niet opnieuw beginnen met die policy of austerity, met die besparingspolitiek. Want je gaat echt het tegenovergestelde krijgen op democratisch vlak. Mensen gaan dit niet blijven pikken. En bij een volgende stembusgang gaan mensen wellicht een keuze maken die je niet graag ziet gebeuren. Dat is het eerste dat we moeten doen. Maar hetzelfde signaal moeten we ook aan eigen politici geven. Hè? Die zich veel te gemakkelijk zouden verstoppen achter dat Europees beleid en die Europese objectieven. Hè? Omdat ze dan zeggen, ja, maar Europa heeft beslist, we kunnen niet anders. We kunnen wel anders. Dit zijn politieke keuzes. Onze politici kunnen goede keuzes maken om inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen. En dat betekent niet nog zwaarder belasten van mensen die al hard werken en die al veel belasting betalen, maar wel eerlijke bijdrage vragen op andere vormen van inkomen die op dit ogenblik minder belast worden dan het inkomen uit werk. Oké. Okay. Mark, misschien nog eventjes over totaal iets anders, maar ik wil u graag iets vragen, want ik ben zelf ook actief in de feministische beweging, onder meer rond 8 maart, tegen geweld op vrouwen. En ik hoor wel eens van, ja, vakbonden, dat zijn nogal mannenbastions, maar tegelijkertijd zie ik ook bij het ACV dat er heel wat vrouwen actief zijn, onder andere uw opvolgster, Anne Vermorgen, een vrouw. Waarom vinden jullie het als ACV belangrijk om rond die thema's die vrouwen aanbelangen actief te zijn? Waarom? Nee. Ja, heel duidelijk. Omdat dat gewoon de evidentie zelf is. Meer dan een helft van de werknemers op de arbeidsmarkt zijn vrouwen, voor alle duidelijkheid. 51-52%. In het ledenaantal van de vakbond is dat ongeveer hetzelfde. Als we verder gaan in de structuren die daarboven gebouwd zijn, dan vermindert dat gradueel. En daar willen we iets aan doen met de ACV. Dus we gaan ervoor om vrouwen gelijke rechten te geven. 1 op de werkvloer. Dat betekent geen discriminatie tussen mannen en vrouwen op vlak van loon- en arbeidsomstandigheden. Maar ook in de interne werking van het ACV, al wat we kunnen doen om inclusiever te werken, om vrouwen te interesseren voor syndicaal werk, ja, daar gaan we een tandje bij steken. En vandaar ook die campagne, zoals Super Maria en zo verder. Maar we proberen ook het goede voorbeeld te geven, hè, in het dagelijk bestuur. We zitten daar met 9 mensen, daar gaan vanaf 1 januari, dan ben ik weg, hè. 5 vrouwen op 9. Dat is van belang. In meerdere centrales ondertussen zijn vrouwen voorzitter of algemeen secretaris geworden. Die staan aan het hoofd van die organisatie. Zelfs in centrales waar een overwegend mannelijke basis gesyndiceerd is. Hè. Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten. We zijn in een periode waarin dat de sociale verkiezingen eraan komen. Op dit moment zijn er in bedrijven heel veel dingen aan de gang om die lijsten te maken, om nieuwe vertegenwoordigers van de werkende klasse te kiezen, wat toch een belangrijke periode is. Wat zou u zeggen aan jongeren die erover nadenken om zich kandidaat te stellen? Welk advies zou u geven? Ik wil eerst een woordje zeggen over die sociale verkiezingen. Dat is het summum van democratie. Mm-hmm. Dat betekent dat mensen die op een werkvloer zijn, vrij kunnen kiezen voor wie hen mag, moet vertegenwoordigen ten opzichte van de werkgever. Dat sociaal overleg, we kunnen dat zelf bepalen wie daar naartoe gaat voor ons. We mogen dat niet onderschatten. Dat is niet overal zo, in elk land zo. Hè. Mm-hmm. 2, wij dienen als ACV meer kandidaten in bij sociale verkiezingen dan alle politieke partijen in België samen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is dus van groot belang om mensen te motiveren voor die sociale verkiezingen. En vooral jongeren. En jongeren, ja, die moeten ook aandurven, die moeten ook de steun krijgen om dat te doen. Want je mag dat niet onderschatten, hè. Dat is uw nek uitsteken voor uw makkers, voor uw collega's. En dan bij die werkgever problemen gaan aankaarten en oplossingen zoeken. Want alleen een probleem aankaarten, dan krijg je zelden of nooit een oplossing zomaar terug. Je moet voorstellen doen, je moet daarover onderhandelen. Je moet er overleg rondkrijgen en debatteren. Je moet dat op een agenda zetten. Je moet ook een beetje machtsbasis opbouwen om te maken dat je
dat samen kan doen en dat de werkgever zegt, niet zegt van, of niet denkt van, ja, maar die komt dat wel vragen, maar die is dat morgen al vergeten. Dus dat men voelt van, ja, maar dat is hier gemeend. Ja, ook en echt samen met de collega's. Ja. En dus jonge mensen, zoals oudere mensen, moeten tussen de mensen blijven staan. Luisteren naar wat mensen bezighoudt. Zien wat er gebeurt. En wij noemen dat in het ACV de methode van zien, oordelen, handelen. Ik heb die geleerd vanuit de kajottersbeweging. Zien, wat gebeurt er hier allemaal? Wat loopt er hier goed, wat loopt er hier fout? En oordelen. Oordelen, dat is ja, bekijken, dat is evalueren. Dat is er eventjes over nadenken van, wat schort er hier allemaal? Wat zijn er allemaal mogelijke problemen? En wat zijn mogelijke pistes? En dan handelen. Je gaat erover onderhandelen. Je gaat voorstellen doen. Je gaat maken dat je ja, de scheve situatie wat rechter kan krijgen. Dus ja, dat wil ik ook aan jonge mensen echt van harte aanbevelen. Zien, oordelen, handelen. Luister goed, steek uw antennes op, uw voelsprieten. Zorg dat je heel veel contact hebt met die werkvloer, met de mensen die in afdelingen rondlopen. En een jong element ziet men graag komen. Ook vrouwen. Vrouwen hebben meer kans om verkozen te worden dan mannen. Dus jonge mensen... Vrouwen, we hebben die nodig op de lijst om te maken dat we nadien ja, met zo goed mogelijke uitslag kunnen onderhandelen met werkgevers over moeilijke dingen, maar die absoluut onze aandacht verdienen. Oké, okay, mooi. Zien, oordelen, handelen. Vind ik een mooi motto om mee te eindigen. Ik wil u graag bedanken voor het motiverend gesprek en voor inspirerend gesprek ook. En ik denk wel dat we in de sociale strijd elkaar nog gaan tegenkomen. Ik ben ervan overtuigd, ja, Janneke. Absoluut, dank u wel. Dank je wel. Het was een plezier. Voor mij ook.